Port-au-Prince, Haiti. Sommige delen van de stad zijn met de grond gelijkgemaakt. Alle woningen zijn beschadigd. Elk gebouw is ingestort of hangt scheef. Mensen zijn getraumatiseerd door het hele gebeuren. Iedereen heeft wel een familielid of vriend verloren. De aardbeving duurde 1 minuut. Dat klinkt erg lang. Maar als je snel je huis uit moet, zeker wanneer de meubels vallen en alles om je heen schudt, is een minuut wel heel erg kort. In een stad zoals Port-au-Prince verwacht je zwerfhonden te zien. Honden die in erbarmelijke staat ronddolen op zoek naar voedsel. En inderdaad, dat is wat we tegenkwamen. Door de ellende waar de mensen nu in leven, hebben ze geen tijd voor hun dieren. En zal de conditie van deze dieren dan ook snel achteruit gaan. Het is een uitdaging om hier te komen en te werken, maar we blijven hier omdat wij zeker weten dat we op lange termijn een wezenlijk verschil kunnen maken voor de dieren op Haiti.